Daar zijn we weer, dames en heren. Welkom bij een andere uitzending in een andere samenstelling van Nacho Vlogs. Sean Clifford, Vakka, heren. Ja, goed. Goed, Orville. Hoe gaat het met jou? Ja, lekker, man. Fijn dat jullie er weer zijn, man. Eindelijk weer, man. Het is een tijdje geleden weer, hè? Zeker, zeker. Ik heb er zin in. Ja, ik sta hier ook te springen, te trappelen. Een leuke, drukke week gehad. Sean, Fafi. Ja, man. Met mij gaat het goed. Fafi, ook. Ja, zoals ik al zei, ik ben blij dat jullie er weer zijn. Dus let's go. Laten we in deze uitzending gaan we eigenlijk de prelims gaan bespreken. Maar wat ook eigenlijk heel belangrijk is, de uitleg van het toernooi. Want de Gold Cup, weet je, de CONCACAF Gold Cup, is eigenlijk vergelijkbaar met het EK in Europa. Maar dan in een andere regio. Dus ik wil straks even een uitleg geven van de CONCACAF Gold Cup. Maar verdere invulling van het programma. We hebben het over de prelims dus, van de Gold Cup. Maar we hebben ook straks ook weer de criteria-analyse. Clifford, gaan we alvast verklappen over wie we het hebben of gaan we het nog even bewaren voor straks? We bewaren het voor straks. Save the best for last. Oké, in ieder geval de Gold Cup. Daar gaan we even mee beginnen. De CONCACAF Gold Cup, wat het precies is, is eigenlijk het belangrijkste voetbaltoernooi voor landenteams van de CONCACAF. En dan hebben we het over het Noord-Amerikaans gebied. Noord-Amerikaans, Centraal-Amerikaans en het Caribisch gebied. Dus landen uit de regio die nemen deel aan de Gold Cup. En soms is het aangevuld met één of meerdere gastlanden. En deze editie van dit jaar, 2023, hebben we Qatar. Qatar hebben we ook kunnen bewonderen op het WK. Eigenlijk maakten ze een niet zo'n sterke indruk in eigen land. Maar ze kunnen zomaar verrassen. Dus in ieder geval, Qatar zal dit keer op de Gold Cup optreden. En de Gold Cup wordt eigenlijk sinds 1991 om de 2 jaar gehouden. Dus ook net als het EK, om de 2 jaar. In ieder geval in de Verenigde Staten. En soms aangevuld met andere organiserende landen. En inmiddels dit jaar de 17e editie voor het toernooi. En het wordt dus tussen 16 juni en 16 juli 2023 gespeeld. En uiteindelijk zal het beste nationale team in de regio zal bekroond worden. Ja, de meeste titels liggen toch bij Mexico en Amerika. Maar ik denk dat de kleintjes dit keer wat dichterbij zijn gekomen. De kleinere landen, met alle respect. En in totaal zullen er 15 stadions in 14 grootstedelijke gebieden van de Verenigde Staten en Canada de wedstrijden hosten voor deze 17e editie. Laten we met hem beginnen naar de tegenstander van Suriname. Wie is de tegenstander van Suriname? En wat weten wij over hun? Nou, heren, wie trapt eraf? Onze eerste tegenstander, dat is Puerto Rico. Daar spelen we volgens mij 17 juni tegen. In het stadion waar Inter Miami op dit moment speelt. Wat weten we over Puerto Rico? Puerto Rico die komt uit groep C van de Nations League. Die zijn gepromoveerd naar groep B. We onderschatten niemand. Maar ik denk dat de kansen voor Suriname wel hoog liggen om deze wedstrijd te kunnen winnen. Zodat we nog tegen een ander tegenstander kunnen spelen. Als ik het goed heb. Om even in te haken, hè? Op de groep C. Ze zaten in League C. Zijn ze eerste geworden, hè? Met een groep met de Virgin Islands, British Virgin Islands en Cayman Islands, als ik het goed heb ook. De Cayman Islands had ze volgens mij in de groep mee. Maar ja, ze zijn eerste geworden in ieder geval. Eilanden en Britse maagden eilanden. Ja, inderdaad. En ze waren eerste. Ja, maar ga verder, Cliff. Ja, daar zijn ze nummer 1 van geworden. We hebben 2 jaar terug ook gespeeld tegen Cayman Island in de WK-kwalificatiewedstrijd in het Franklin Asset Stadion. Daar heeft Suriname met 3-0 gewonnen. En je zou kunnen zeggen, ja, Puerto Rico heeft 5-1 van Cayman Island gewonnen. Oh ja, is Puerto Rico op papier sterker dan Suriname? Nee, dat zou ik niet zeggen. Puerto Rico speelt wel al langer met elkaar samen. Suriname die is in die reeks van de weken kwalificatiewedstrijden met een nieuw team begonnen. We kenden elkaar niet zo goed en toch hebben we een degelijke prestatie neergezet. Maar nu hebben we toch wel een aantal wedstrijden met dezelfde selectie gespeeld. En eigenlijk resulteerde dat tijdens de wedstrijd tegen Mexico. Moest dat wel resulteren in een winst voor Suriname. Dus daar kan je wel zien dat we
ver gevorderd zijn op dit moment in ons spel. En ik hoop dat wij gewoon een positief resultaat kunnen neerzetten tegen Puerto Rico. En daar gaan we gewoon vanuit. Het is niet te onderschatten, maar we kunnen ze pakken. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, als we alleen nog naar de marktwaarde kijken van hun meest waardevolle speler, Devin Vega, €150.000. Je kan daarover lachen, maar als je het afweegt tegen de marktwaarde van Geraldo Becker, ja, dan is het toch duidelijk dat het een behoorlijke krachtverschil is. Zeker. En niet te vergeten, kijk, zij nemen ook een risico, hè, in aanloop naar de wedstrijd tegen Suriname. Je kan het zien als een sparingsmoment voor hun, want zij spelen tegen Curaçao, als ik het goed heb. Gaan ze een oefeninterland spelen tegen Curaçao. Curaçao is een beetje vergelijkbaar met Suriname. Maar eigenlijk op papier heeft Suriname toch wel een beter team dan Curaçao. Curaçao speelt wel al jaren bij elkaar. Dus afhankelijk van die oefenwedstrijd kunnen we toch wel goed meten wat de sterkte van Puerto Rico gaat zijn. Inderdaad. En om even wat meer over Puerto Rico bekend te maken. Puerto Rico, ik noemde net al de marktwaarde van de meest waardevolle speler, €150.000. Ik pak even wat erbij van een blog die we in ieder geval hebben geschreven. En als we dan even kijken naar, ik pak hem even erbij. Nou, daar is hij. Oké. Als we dan even kijken naar wat we dus weten over Puerto Rico. De selectie bestaat in ieder geval momenteel deels uit vier spelers uit de NCAA Division 1. Dat is een college competitie in de Verenigde Staten. Drie spelers uit de Spaanse eerste divisie en één MLS speler. Tevens één speler uit de competitie in Belize. Zoals ik net al zei, Devin Vega is de meest waardevolle speler. 24 jaar, speelt ook in de MLS en leuk weetje is, hij is ook geboren in de Verenigde Staten. En hij heeft ook voor de jeugd, voor de onder 17 voor de Verenigde Staten, heeft hij gespeeld. Uiteindelijk heeft hij de keuze gemaakt om uit te komen voor Puerto Rico. Puerto Rico dat overigens nog in bezit is van Amerika. Tevens is er ook gewoon... Hebben ze dezelfde president? Dat is gewoon Joe Biden is ook. Om er even de politieke kant op te gaan. Alleen mogen de inwoners mogen niet stemmen. Maar ze zijn nog onderdeel van Amerika in ieder geval. Om verder te gaan op het sportieve gedeelte. Devin Vega. Nou, zoals ik net al zei. Hij is dus in de Verenigde Staten is hij geboren. Hij speelt dus in ieder geval voor Puerto Rico. Hij speelt ook als een aanvallende middenvelder. En ik heb wat beelden van hem bekeken. Het doet me denken aan... Ik had zelf in mijn... amateurcarrière had ik vaak moeite met spelers die klein zijn, weet je, klein, bewegelijk. Ik hield van die fysieke duels en daar kon je vaak met overtredingen wegkomen die de scheidsrechter toch wel toelaat, weet je. Maar die kleintjes, ja, als je die raakt, dan vliegen ze meestal de lucht in. En hij is ook zo'n speler. Wel behendig. Als ik naar die marktwaarde kijk, in vergelijking met die beelden die ik heb gezien, dan denk ik van, nou, er zit misschien toch wel wat meer in. Maar ja, hij is nog jong, hij is 24 jaar. Hij groeide dus op in San Antonio, Texas. En hij speelde zijn jeugdcarrière bij het residentieprogramma in de US Soccer Federation. En doorliep de FC Dallas Academy. In ieder geval tekende hij contract bij San Antonio op 26 januari 2017. En daar scoorde hij een paar maanden later, hetzelfde jaar, tegen de Seattle Sounders tweede. Zijn eerste doelpunt tekende hij toen voor. Nou, nadat... Na die periode ging hij naar de Phoenix Rising voor één seizoen in 2018. En hij scoorde het doelpunt tegen zijn oude team Phoenix. 4-0 overwinning op San Antonio in 2018. Maar zoals ik net ook al aangaf, hij speelde dus voor de Verenigde Staten onder 17 in 2014. En hij kwam dus ook in aanmerking om te spelen voor het nationale team van Puerto Rico. En zijn eerste oproep die kwam dus in augustus 2019... En toen werd hij opgeroepen voor vriendschappelijke wedstrijden. Hij maakte zijn debuut in een oefenwedstrijd tegen Hartford Athletic. En uiteindelijk werd later in september opgeroepen voor wedstrijden tegen Honduras en Guatemala. We hadden het net al benoemd, de Cayman Islands. De laatste wedstrijd van Puerto Rico eindigde in een 5-1 overwinning. Voor de Puerto Ricanen. En inderdaad, ze hebben dus de voorrondes bereikt door in divisie C. Groep D van divisie C zijn ze op de eerste plaats geëindigd. In een groep met de British
Virgin Islands en de Cayman Islands, die ze in ieder geval dus met 5-1 hebben verslagen. En zoals Cliff net zei al, Suriname had ze dus met 3-0 verslagen. Dus ja, het zegt helemaal niks. We hebben de marktwaarde hebben gezien, ook van de beste spelers, de meest waardevolle spelers. In ieder geval onderling resultaat tegen elkaar, ja, 1 gelijkspel, Suriname en Puerto Rico. En bij winst op Puerto Rico zal Suriname in de tweede wedstrijd uitkomen tegen de winnaar van de wedstrijd Martinique tegen Sint Lucia. Ja, ik denk dat we voorlopig wel best wel wat weten over Puerto Rico. Ja, het is een onervaren team hoor. Ze hebben een gemiddelde leeftijd van 22 jaar. En als je dat gaat vergelijken met Suriname en op het niveau waar onze spelers op dit moment presteren, ja, dan zou je kunnen zeggen dat we Puerto Rico moeten kunnen verslaan. Het mag niet misgaan, laten we het zo uitdrukken. Met alle respect, ik bedoel van de kaliber spelers die wij in onze arsenaal hebben. En Puerto Rico, als we naar Puerto Rico kijken, die zijn gewoon nog aan het ruiken, aan het opkomen. Spelers aan het ontwikkelen. Dus ze zijn aan het bouwen, maar niet voor nu. Misschien na 5 jaar, na 6 jaar is er nog Puerto Rico die echt gaat komen. Dus Suriname moet gewoon overeen wassen over Puerto Rico en hetzelfde over Martinique. Of het Martinique gaat zijn of zijn future. Ik bedoel, met alle respect, deze teams, als we in de league al hebben, we zo wat ook kunnen. Zelfs in de laatste wedstrijd. Dus het loopt nog naar meer. En ik zou zeggen, Suriname is op de juiste weg. En deze teams moeten geen dreiging zijn. Kijk, natuurlijk. Het enige wat je hoopt is dat iedereen wel gewoon aanwezig kan zijn van de spelers. Want zoals we vanuit de mediabronnen hebben vernomen, wordt het toernooi van de Gold Cup wordt dus eigenlijk midden in de voorbereiding wordt dat georganiseerd. En je hebt dus clubs die dus eigenlijk in de voorbereiding gaan voor de kwalificatiewedstrijden. Voor de Champions League, Europa League en Conference League. En dan hou je toch wel even je hoofd vast van, hey, zullen alle spelers van Suriname zich beschikbaar stellen? Gaan ze Suriname eigenlijk de voorkeur geven van de twijfel en dan kiezen voor Suriname in plaats van hun club? Daar ben ik wel enorm naar benieuwd, want ik denk als ze toch wel prestaties willen behalen, denk ik dat nu de gelegenheid is. Want als we eigenlijk die prelims wedstrijden winnen, komen we wel in een mooie pool terecht. En ik denk dat je daar toch wel voor een bepaalde exposure kan zorgen. Het wordt gezien als de pool of death in deze Gold Cup editie. Ja, groep C met Costa Rica, zijn oude bekende, Panama en El Salvador. Over El Salvador weet ik persoonlijk niet zoveel, maar Costa Rica en Panama, dat zijn eigenlijk gewoon ook WK-gangers. Ja, El Salvador is niet te onderschatten, want die maken het Amerika ook altijd lastig. In de afgelopen editie van de Nations League nog hebben ze het Amerika vrij lastig gemaakt. En Panama, die kunnen we nog voor aanvang van de Gold Cup kunnen we Panama in actie zien komen. Want die spelen de halve finales tegen Canada voor de Nations League. En die worden waarschijnlijk op, als ik het goed heb, op 15 juni gespeeld. Moet even kijken als dat klopt. Maar ik zag iets voorbij komen. Dus we moeten daar gewoon kijken wat Panama kan presteren tegen Canada. En ook op papier heeft Suriname natuurlijk een hogere marktwaarde. Op papier zou Suriname kans maken om deze groep als tweede of nummer 1 te kunnen beëindigen. Maar dan heb je het natuurlijk over ervaring, over jongens die al lang met elkaar spelen. Hoe ver is Suriname op dit moment? Ja, dat zal dan moeten gaan uitwijzen in deze pool als we de prelims hebben gewonnen. Maar om in te haken op de marktwaarde? Ja. Ja. Om in te haken op de marktwaarde, 22,5 miljoen is het momenteel voor Suriname. En dan is nog niet eens iedereen erbij berekend. Dus exact. Jongens als Paal, et cetera. Exact. We verwachten gewoon dat dit echt een goede krachtmeting gaat worden voor Suriname. Als Suriname zich plaatst voor deze groep, dan wordt het echt voetballen geblazen. Ja,
En tegen Costa Rica hebben we echt wel wat recht te zetten. Als we kijken naar de vorige editie van de Gold Cup, we speelden onze beste wedstrijd eigenlijk tegen Costa Rica. Exact. Ja, Costa Rica is aan het verjongen. Brian Ruiz, Celcia Borges, die jongens heb je niet meer. Die echt een motor was van Costa Rica. Nu zijn ze aan het verjongen. Jongens van 20 jaar, 18 jaar, die beginnen het nu over te nemen. De enige persoon die daarover is, is Joel Campbell. Hij is nu de enige man daar, maar die anderen zijn al af van hun internationale carrière. Dus het wordt wel een spannende pool. El Salvador die heeft spelers in de MLS, misschien 4 of 5 zo. En ze hebben wel toch een aardige team om tegen te sparren. Dus het zal geen makkelijke pool worden. We zullen gaan moeten strijden tegen al deze 3 teams, maar zijn Centraal-Amerikaanse teams en we weten wat ze van deze team kunnen verwachten. 90 minuten lang vol voetbal, vol energie, dynamisch. Dus het gaat niet makkelijk worden voor ons, maar hier moeten we het doen of we al ready zijn. Helemaal mee eens, zeker. Dit ja. Het is niet makkelijk, deze pool. Het is inderdaad wel, ik ben er mee eens, een groep des doods misschien wel. Maar we maken wel een goede kans. En om toch even naar in te haken wat je net zei, Clifford. De periode waarin de Gold Cup wordt afgewerkt is natuurlijk een hele belangrijke periode voor de spelers bij hun clubs. Sommigen die kunnen los van de plaatsing voor Europese toernooien, hebben ze ook misschien een transfer die sommige spelers gaan, willen of kunnen maken. Dus dan kan het ook bij een club een beetje zo zijn van, als je naar de Gold Cup gaat en je komt terug, gaan we je contract misschien niet verlengen of we gaan het je moeilijker maken, of we halen een vervanger, je gaat op de bank. Dat soort dingetjes hebben ze ook mee te maken. Als we alleen maar kijken naar bijvoorbeeld Hilterman, Jerry D. Hilterman. Eigenlijk, het valt mij een beetje op, voordat hij met Suriname aan de Nations League had deelgenomen, voordat hij eigenlijk ja, wat meer met Suriname begon te spelen, had hij echt een basisplaats bij Almere City. De laatste tijd zit hij echt, volgens mij al 5 wedstrijden, is hij eigenlijk gewoon op de bank. En het lijkt me geen toeval, als we ook kijken naar McIntosh, voordat hij zich bij Suriname aansloot, was hij eigenlijk ook wel, maakte hij meer minuten bij Cambuur. Ja. Weet je, dus ik wil niet echt per se gaan zoeken, maar het is gewoon opvallend. Ik snap je volkomen hoor, Orfiel. Kijk, Suriname is op dit moment natuurlijk nog de underdog. En ik denk dat we daar als gezamenlijke partners, laat me het zo zeggen, moeten we daar gewoon een einde aan gaan maken. Want als het om een Europees toernooi zou gaan draaien, dan zouden ineens alle spelers beschikbaar mogen zijn. En dat moet het helemaal niet zijn. Want ik bedoel, van EK is niet een goudwaardig toernooi vergeleken met de Gold Cup. Er zitten in de Gold Cup zitten er ook gewoon landen die op het WK hebben gestaan. En die hebben gepresteerd. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Spanje, ja, die is gewoon geëlimineerd in de groepsfase. Maar Costa Rica is daar wel doorgegaan in die groepsfase van WK. Dus als je vergelijkingen gaat maken tussen het CONCACAF gebeuren en het Europees gebeuren, ja, dan loopt CONCACAF een stukje achter volgens de clubs in Europa. Waardoor de clubs zeggen van ja, de kans op blessures is groter en dergelijke, want ze spelen harder voetbal. Ja, wie zegt dat het binnen Europa niet kan gebeuren? Als je tegen bijvoorbeeld een Litouwen of een San Marino moet gaan spelen. Het zijn ook geen clubs die op of landen die op een hoogprofessionele wijze voetballen. Het zijn ook jongens die in de amateurcompetitie spelen. Dus die mannen, Gil Batar en dergelijke, die mannen kunnen je ook onderuit schoppen. Maar daarover wordt er niets gezegd. Snap je? Dus ik snap je volkomen. Ik snap je echt volkomen, Orville. En ik denk dat er daar gewoon een verandering in moet komen. Ik denk dat wij toch steeds meer met de groepen moeten we toch wel echt het voetbal gaan promoten in de CONCACAF. Dat is echt belangrijk. Inderdaad. Zeker, daar moeten wij ook zelf onze steentje aan bijdragen. En als we eigenlijk naar de andere groepen kijken, het gaat niet alleen om de groep C, waar wij uiteindelijk terecht in zullen komen, hopelijk, dan zijn de andere groepen ook heel leuk. Groep A, groep B, C hebben we net al gehad, maar ook D. Ja, om eerlijk te zijn,
zou je Suriname eigenlijk in groep D mogen plaatsen, hoor. Ik, ja, op basis van wat er geloot is, dan zou je kunnen zeggen dat groep D eigenlijk de onderdog is. Ja, exclusief eigenlijk Canada. Guatemala, een beetje lastige tegenstander. Maar Cuba, die zou je moeten pakken. Guatemala ook. En eigenlijk als Suriname zich daar zou kunnen toevoegen, zou je in deze pool wel gewoon makkelijk als nummer 2 kunnen eindigen. Onder Canada, bij wijze van. Ja, en deze pool komt er Guyana, Trinidad, die clubs. Ja. Ja, of Guyana of Trinidad, die komt erbij. Weet je, en ja. En dan zeg je iedere keer van, hey, Suriname treft het ook niet echt makkelijk. Maar ja, we zitten er schuilen, hè. We gaan dat lang niet kunnen doen als we in de top willen komen. We gaan die wedstrijden moeten spelen. Moet die wedstrijden spelen. En ik denk dat het ook gewoon... Het is ook goed voor ons voetbal gebeuren, voor ons historisch gebeuren. Is het ook goed dat we dit soort wedstrijden gaan spelen. Want we snakken eigenlijk naar oefen interlands. Maar eigenlijk als je gaat kijken naar de Gold Cup, de Nations League, eventueel de kwalificatie voor de Copa America, kwalificaties voor de Super Gold Cup en WK-kwalificaties, dan zijn eigenlijk alle FIFA-windows die zijn bezet. En het zijn dus FIFA-windows die bezet zijn met hoogwaardige wedstrijden. Dus je speelt eigenlijk met landen die een beetje gelijkwaardig zijn aan het niveau van jouw team. Dus dan heb ik het over, je gaat spelen tegen misschien een Jamaica, een Mexico, een Verenigde Staten, want die loting van de Nations League, die moet 24 april plaatsvinden als ik het goed heb. En daar komen we dan weer in een mooie pool, denk ik, terecht, waarbij je gewoon veel weer wedstrijden gaat spelen. Dus na die Gold Cup begint ergens in september of oktober, begint die Nations League alweer. Ja, ja. Ja, een heel druk schema. Nations League, om even daarin door te komen. Nations League, die top 4 gerankte teams in de CONCACAF, Amerika, Mexico, Canada, Costa Rica, die zullen in de kwartfinale zijn. Die zullen niet meedoen in de groepfase van de Nations League. Dus dat wordt wel spannend. Want de eerste, tweede plaats, als er twee groepen zijn van 6, de eerste, tweede plaats gaan over naar de kwartfinale. De derde, vierde plaats, die blijven in League A van de Nations League. En de vijfde, zesde plaats, die degraderen naar League B. Dus het wordt sowieso spannend, omdat er toch teams zullen zijn die gelijkwaardig zijn in die groepfase. Want dan heb je die grote teams heb je niet meer. Mexico, Amerika, Canada, die zullen in de kwartfinale zijn. Dus wat spannend. Naar mijn zin kunnen we deze wedstrijden gebruiken om ons voor te bereiden voor die WK-kwalificatie. Want we dus volgend jaar starten de WK-kwalificaties voor de CONCACAF. Ja. En over voorbereiding gesproken, voorbereiding op de Gold Cup. Ik wil niet onderschatten en absoluut niet de prelims als een oefenduel zien. Maar wanneer je in ieder geval de volgende prelim bereikt en je komt uit tegen de winnaar van Sint Lucia en Martinique, dan heb je al 2 wedstrijden in de benen voordat je op het toernooi komt. Dus eigenlijk is je motor waarschijnlijk al warm gedraaid. Je komt niet cold turkey op het toernooi aan. En dat is vooral voor Suriname, kan dat heel gunstig zijn. Exact, ja. Ja, en we komen uit tegen, als we op de eerste of de tweede plaats eindigen, dan kruisen we met groep B van Mexico, Haiti, Honduras en Qatar. Dus dat is weer zo'n spannende pool. Dus laten we naar uitkijken om op de eerste plaats of op de tweede plaats te eindigen in deze groep C. Waar ik ook naar uit had gekeken was eigenlijk, wat ik inmiddels al weet, maar misschien sommige mensen die dat nog niet hebben meegekregen, is de reactie van de bondscoach. De reactie van Aron Winter op de loting. Zullen we daar even naar kijken? Ja, doe maar. Wat vind je van de tegenstander voor de playoffs, voor de Gold Cup? We hebben Puerto Rico hebben we geloot. Het is een hele mooie tegenstander. Daar moet je van kunnen winnen. En als je die wedstrijd wint, dan speel je dan tegen de winnaar van Martinique en Sint Lucia. Dat zijn ook mooie tegenstanders. Dus ja, de kans is heel groot dat we ons kunnen kwalificeren en gaan kwalificeren voor de Gold Cup. Costa Rica is geen vreemde tegenstander voor het Surinaamse elftal. Een paar jaar geleden heeft Suriname ook gespeeld tegen Costa Rica. Hebben ze thuis gespeeld en hebben ze
Of thuis gespeeld, op de Gold Cup gespeeld, sorry. Hebben ze 2-1 verloren. Wat ik gezien heb, was het een mooie wedstrijd die Suriname heeft gespeeld. Ze kwamen 1-0 voor, de goal van Vlijten. Ja, en daarna was het toch Costa Rica die de wedstrijd naar zich toe trok. En de wedstrijd heeft ook gewonnen met 2-1. Ik vind het heel leuk om weer tegen Costa Rica te spelen. Het is een mooi voetballende land. Wat ik net al aangaf, goede voetballers. En dus voor ons ook alleen maar heel mooi om te laten zien van dat wij ook een hele goede ploeg hebben. Ik kijk er heel erg uit om in juni de play-offs te spelen tegen Puerto Rico. En dan een stapje verder tegen de winnaar van Martinique Sint Lucia. En dan naar de Gold Cup. Ik kijk er ontzettend naar uit. Duidelijke taal. Hij onderschat niet, maar hij gaat gewoon uit van eigen kracht. En wil gewoon op het toernooi staan. Hij wil dat. Hij weet en het kan. Dus ik vind het een hele interessante reactie van onze bondscoach. Ja, zeker. Hij is heel erg optimistisch in zijn beantwoording over de vraagstelling. En hij oogt rustig en relaxed. En ik denk dat dat ook gewoon een voordeel is voor de spelers van ons nationaal elftal. Ja, zeker weten. En Suriname speelt, nou, zoals we al net zeiden, nogmaals tegen Puerto Rico op 17 juni. En voor mij is het lastig, want het is weer 1 uur in de nacht, Europese tijd. Voor jullie is het misschien wat gunstiger. 7 uur 's avonds, Surinaamse tijd, als ik het goed heb. In het Drive Pink Stadium, dat is het voorlopige thuishaven van Inter Miami eigenlijk. Want, ja, de club van Beckham. En daar heeft Kelvin Leerdam overigens ook gespeeld. Maar de voorlopige thuishaven omdat Inter Miami een nieuw stadion krijgt met grotere meer capaciteit. Dus totdat dat klaar is, spelen ze voorlopig nog in dit stadion. Dus het Drive Pink Stadium. Dus nogmaals, voor Kelvin Leerdam geen onbekend terrein. Dus voor hem is het een beetje ook een thuiswedstrijd. En ja, de FIFA-ranking van Puerto Rico ook overigens niet heel onbelangrijk. Ze staan op de 166ste op de FIFA-ranking. En wij op 141 staat Suriname. Toch wel vrij dicht bij elkaar, maar de verschillen zijn wel heel groot. We hebben het net over de marktwaarde gehad. Meest waardevolle speler nogmaals. Klopt. Dus ja, en zoals we net al zeiden, wanneer we deze doorkomen, waar we ook gewoon vanuit gaan, dan komen we uit tegen de winnaar van Martinique, tegen Sint Lucia. En ik verwacht zelf dat het Martinique zal zijn. Ik heb zien spelen tegen Costa Rica. En dat was echt, ze waren gewoon veel beter. Ze zijn eigenlijk, om het zomaar te zeggen, best wel belazerd met een rode kaart die eigenlijk geel was. En vanaf toen werd Costa Rica de betere ploeg. Ja, man-meer situatie, noem maar op. Maar Martinique, ja, het is echt geen koekje. Als ik al naar een paar spelers kijk die voor grotere landen hebben gespeeld, in ieder geval voor Frankrijk hebben gespeeld, die de wortels hebben in Martinique, dan noem ik bijvoorbeeld Rafael Varane, Thierry Henry, Nicolas Anelka, Sylvian Wiltor, William Gallas, Florent Malouda en Lilian Thuram ook niet te vergeten. Dat zijn allemaal jongens, mannen, die hun wortels in Martinique hebben. Dus ik sluit niet uit dat er in de huidige selectie ook nog een talent of een speler is die zeker wel die potentie heeft om dat niveau van een van zulke spelers te halen. En als we even kijken naar de marktwaarde van Martinique, dan leggen ze het ook weer af tegen Suriname. 4,26 miljoen volgens Transfermarkt. Dus ja, op papier moeten we het gewoon halen. Maar de praktijk kan altijd anders lopen. Wat verwachten jullie hier? Martinique is geen onbekende. Zij hebben zijn Caribisch kampioen geweest. Zij waren eerder begonnen met die proces van de diaspora spelers. Dus ze lopen zo'n beetje vooruit op ons. Maar zoals je net gezegd hebt, als je op papier zijn we beter dan als je kijkt naar het niveau van spelers die wij hebben en zij hebben. Dus het zou wel een pittige wedstrijd zijn. Maar Suriname moet toch als winnaar uit die wedstrijd komen. Niet anders. Ik zie het niet anders gebeuren. Cliff, ja. Wat verwacht jij van Martinique? Heb je ze een beetje kunnen analyseren? Martinique is een lastige tegenstander. Ze zijn een beetje vergelijkbaar met Guadeloupe.
het spel wat ze spelen, enorm fysiek. Het is een team dat enorm fysiek voetbal speelt. En ik denk dat we daarop voorbereid moeten zijn. Het fysieke. Ik mis dat wel een beetje binnen ons elftal. Wij zijn toch wel meer van het technisch aspect, het tactisch aspect. Maar het fysieke ontbreken we wel nog. Een paar spelers niet nagesproken natuurlijk. Maar Tinique is wel een goede graadmeting voor Suriname. Als ik het zo bekijk. Ik denk dat het een lastige wedstrijd zou worden als we Puerto Rico hebben verslaan en tegen Martinique gaan uitkomen. Het wordt een mooie wedstrijd. En ik hoop dat het in het voordeel van Suriname uitpakt. Wanneer ik kijk naar de fysiek, hè, je benoemt ze dat ze wel fysiek zijn. Hè? Zijn fysiek heel sterk. Technisch overigens ook wel, wat ik heb gezien. Maar als je ze vergelijkt met Guadeloupe. Die was fysiek ook heel taai. En die hebben wij op de vorige editie van de Gold Cup hebben wij ook tegen ze gespeeld. Exact. En toen heeft Suriname laten zien het fysieke gevecht echt aan kunnen gaan. Het was oorlog gewoon. Het leek gewoon of er een bepaalde historie tussen die twee was. Het was echt oorlog hoor. Dus we hadden toen een andere groep, andere coach, noem maar op. Maar ik verwacht dat de ingrediënten echt wel nog steeds in deze groep ook zitten hoor. Het gevecht kunnen we echt wel aangaan. Ook als wij al voetballend misschien wat de betere. Ja, ik ben het wel met je eens. Inderdaad. Maar we zullen het moeten afwachten, Orville. Het wordt wel een loodzware wedstrijd, denk ik. Maar stel Sint Lucia wint gewoon van Martinique. Hé, hey, dan zou het lekker zijn. Ja. Dan denk ik dat het meteen feest is in Suriname. Nee, maar dat niet meer, maar... Nee, maar dan moet je wel gaan kijken van... Hé, hey, wat heeft Sint Lucia gedaan om Martinique te kunnen verslaan? Want het zal niet zo makkelijk zijn geweest, maar hebben die mannen misschien 80 minuten lang verdedigd en 10 minuten aanvallend voetbal gespeeld, waarbij er eventueel een penalty is ontstaan en dan 1-0 hebben gewonnen bij wijze van. Weet je, dat zijn bepaalde tactieken die dat soort landen gebruiken die laag gerankt zijn. Want bijvoorbeeld als je gaat kijken naar de vorige editie van de Gold Cup, waarbij Trinidad... niet met een volledige profteam 0-0 heeft gespeeld tegen Mexico. Die eerste wedstrijd, die openingswedstrijd. Wat heeft Trinidad gedaan? Trinidad heeft gewoon 90 minuten lang die bus geparkeerd. 90 minuten lang. En dan denk je van, hey, oké, het is saai voetbal, want het is inrichtingsverkeer, maar het is een resultaat wat men neerzet. Moeten wij dat ook doen, de bus parkeren? Ik denk van, kom on, als je met sterke landen in een pool bent en je minimaal 1 punt uit de wedstrijd kan halen en je volgende wedstrijd in winst kan omzetten, dan sta je met 1 binnen in de volgende ronde. Is waar. Maar zijn wij niet? Wil de coach dat? Kijk, de coach, oké. Dus de spelers komen vanuit een bepaald kaliber. Zijn spelers van een ander kaliber. Die hebben eigenlijk de Nederlandse school hebben zij onderlopen. En op basis van wat zij allemaal hebben doorgelopen in hun carrière, zijn zij dus een beetje gewend met het Europees systeem. En het Europees systeem is eigenlijk zoveel mogelijk de bal rondtikken om vervolgens een gaatje te kunnen vinden om in de aanval te kunnen gaan. En het voetballen gebeuren binnen deze regio is een en al alleen rennen achter een bal, fysiek sterk moeten zijn, duels gaan winnen, lange ballen spelen, veel rennen, noem maar op. En als je resultaat wil behalen, dan ga je gewoon die bus parkeren. En dat merk je wel op bij sommige landen binnen de CONCACAF-regio. Vooral als ze met sterke tegenstanders moeten spelen, is het gewoon 90 minuten lang die bus parkeren. Ik vind het wel mooi dat je het benoemt dat de meeste spelers in de selectie vooral de Europese stijl gewend zijn, vaak ook hanteren. Maar eigenlijk als je kijkt ook van, stel je voor de competitie in Suriname, de voetbalcompetitie was professioneel. Daar had je echt die juiste moxie eigenlijk met het voetballende en de vechtaspecten. Exact. Maar, hey, als dat echt van de grond gaat komen, waar ze overigens mee bezig zijn, want dat is toch wel die mindset. Ja. Dan hebben we gewoon echt de juiste moxie om heel ver te reiken met Suriname. Ja, nee, klopt. Kijk, we moeten eigenlijk inderdaad de lokale spelers niet vergeten. Maar ik denk dat er op dit moment gewoon geen ruimte zit voor lokale spelers in die selectie. Echt,
als je hoger op wil komen, als je resultaat wil behalen, moet je op dit moment echt niet denken aan lokale spelers. Er is in Suriname, in de competitie, is er totaal geen ontwikkeling voor die spelers. Er is geen begeleiding, dan heb ik het puur over psychologische begeleiding. Want je merkt toch op dat jongens op een bepaald niveau presteren, de uitnodiging krijgen van een coach om tegen Mexico te spelen. En vervolgens, na die wedstrijd, een paar weken daarna in Nigeria een competitie gaan spelen voor recreatie, alleen om het geld. Maar je hebt een paar weken daarvoor nog tegen Mexico gespeeld. Come on, hoe wil je gaan professionaliseren? Dat kan niet. Hoe groot is de kans op blessure tijdens het toernooi wat je gaat spelen in Nigeria? Met vrienden. Een vriendenteam. Nee, dan kan ik toch niet praten over een professionele instelling vanuit een speler. Het moet ook vanuit je eigen wil komen. Je moet niet altijd wachten op hulp van buitenaf. Die mentaliteit moet ook in jezelf zitten van, hey, ik heb die kans gekregen van coach Aaron Winter. Hij heeft me uitgenodigd en hij heeft me ook laten spelen tegen Mexico. Nou, ik moet dan misschien gedragingen van me gaan veranderen. Misschien moet ik in plaats van recreatievoetbal moet ik 2 uren in de gym gaan besteden om aan het fysieke te gaan werken. Dat is een andere mindset. Snap je? Maar los, hè? Los van het feit dat je gewoon wel gelijk hebt hierin, hè? Moet het niet ook eigenlijk van de kant van de speler bekijken die gaat spelen om het geld? Want ik wil het niet te veel op de politiek gaan gooien, maar de situatie is niet prettig, niet goed in Suriname financieel gezien, waardoor die jongens het geld misschien hard nodig hebben om te overleven. Dus we moeten het ook misschien van die kant bekijken, weet je? Ja, dat zeker. Maar kijk, we zijn volwassen mensen, hè? En iedere club binnen de SVB, eerste divisiecompetitie, heeft een voorzitter. Toch? En het zijn geen kleine namen die zitten als voorzitterschap bij dit soort verenigingen. En als je het moeilijk hebt als speler, moet je niet een taboe hebben dat je niet bereid bent om in gesprek te gaan met je voorzitter. Want je geeft eigenlijk alles en ook alles geef je 90 minuten lang in een wedstrijd om jouw club naar een hoger niveau te brengen. Wat zou het moeten uitmaken als ik 1-op-1 in een kamer ga zitten met mijn voorzitter en hem ga vragen van, hey voorzitter, ik heb dit nodig om voor een beetje ondersteuning gezien de economische situatie in het land. Maar men probeert dat niet te doen omdat men alles als een taboe ziet. Want als het uitlekt, even grof gezegd hoor in het Surinaams, amango begi moni na fori boy. Dat ga je krijgen. Ja. En wat krijg je? Wat is jouw mening hierover? Gaat zijn hoofd zakken. Weet je? Hoe denk jij hierover, Sean? Wat is jouw mening hierover? Ik heb echt een tegenovergestelde mening dat Clifford. Ik hou rekening met de economische situatie hier in Suriname. Helaas, mama, ik wou aan. Je moet elke dag overleven. Zo is de situatie. Weet je? Niet echt op de politiek te gaan praten, maar. Nou, als survive. Alla prespe de maka me kwasani, de maus ook me kwasani. Die safade, vooral als je uit een minder ontwikkelde buurt bent gekomen en daar in zoeking, want daar heb je nog 2 of 3 broertjes en een moeder thuis, de ma in Chawasa kon in ofzo. Dus de maa met de maa moeite. Maar het ligt bij de club, bestuur van de club. Ja, je hebt toch structuren. Wat zeggen jouw structuren? Je hebt toch overeenkomst bereikt met zo'n speler. Wat zijn de overeenkomsten? Wat heb je met hem afgesproken? Wat mag hij doen en wat mag hij niet doen? En wat mag jij doen en wat mag jij niet doen? So, daarom noemen we het professioneel voetbal en professioneel contract. Alles wordt daar vastgepend. Je juristen gaan overheen en zij geven jou de ja-woord van ja, het is goed en je mag het tekenen. Die cultuur hebben we nog niet in Suriname. Dus om naar daartoe te groeien, gaat het ook niet aan die spelers alleen liggen. Maar iedereen moet daar naartoe gaan groeien. Ook de SVB, ook de clubs. Zij moeten ook heel veel gaan veranderen aan hun structuren. Want momenteel, alles wat er gebeurt, wordt geslingerd op de SVB-adres, terecht of onterecht. Want
nu lijkt het alsof SVB de zwarte schaap is geworden. Alsof men nu, ja, om het zo te zeggen, blind is geworden wat er bij die clubs gebeuren. Wat doen zij? Welke veranderingen brengen ze? Hoe snel willen ze die professionele competitie hebben? Want alles ligt niet bij de SVB. Want SVB heeft soms dingen klaar liggen. Dingen zijn uitgelegd. Waarbij de clubs bestuursleden moeten gaan bekijken en hun dingen in place gaan zetten. Dat doen ze niet. Ze wachten totdat er druk op ze worden gezet en dan pas gaan ze aan het werk. Dus met die mentaliteit, je wil die spelers daar naartoe trekken, maar hoe staat het met die bestuur? Hoe staat het met de SVB? Weet je, alles moet gewoon samen gaan optrekken. Niet aan de dag als speler ook, maar de organisatie naar de drapen, de club naar de drapen. Dat is eigenlijk mijn goede drapen. Weet je, vraag die jongens zich af. Dan liever mijn goede hustle. Aan talent zal niet hebben. Voor mij kan worden. Zo had ik. Het is, ja. Dus nog een lange weg te gaan om deze ontwikkeling, om te zorgen dat dit niet meer gaat gebeuren, dat het eigenlijk niet meer nodig is. Ik ben vooral benieuwd eigenlijk hoe kijkers en luisteraars hier ook over denken. En misschien is het wel een goed idee wanneer we dit in onze Facebookgroep eigenlijk hierover zullen discussiëren. Dus voor de mensen die onze Facebookgroep nog niet kennen, Nacho Network op Facebook. We zullen dit wel even, een van deze dagen gaan we deze discussie even openen. We zijn echt benieuwd naar de reacties van hoe anderen daarover denken. Maar ja, we kunnen hier nog langer over verder gaan. Maar ik zit eigenlijk ook weer te trappelen op iets anders. En dat is de criteria-analyse. Jawel. Clifford, ja, als jullie nog niks meer hebben aan te vullen verder, dan wil ik daar graag mee aftrappen, man. Ja, oké. Okay. Maar wanneer en met wie gaan we beginnen? Ja, ik denk dat we met Emmanuel Ferreira kunnen beginnen. En dan laten we de andere spelen voor het laatste moment. Misschien is het handig voor de... Want het kan zijn dat er nu nieuwe kijkers zijn, nieuwe luisteraars, die dit systeem eigenlijk nog niet kennen. En waarom het zo is en wat wij precies hiermee doen. Misschien is het handig als je het nog één keer een beetje toelicht waarom we deze criteria-analyse doen. Ja, nou, de criteria-analyse, die hebben we dus eigenlijk in het leven geroepen om te gaan kijken wat bepaalde vergelijkingspunten kunnen zijn met 1. Het kiezen voor Suriname of 2. Het wachten voor het grote Oranje. Daarbij moet je eventueel denken aan de concurrentie van posities binnen huidige elftal, binnen beide elftallen. Een stukje exposure die een speler kan krijgen als hij voor Suriname kiest of als hij voor Nederland kiest. Waardering. Ik vind waardering toch wel belangrijker van waar word je eigenlijk het meest warm geheten en verwelkom, et cetera, et cetera. We kijken dus naar een stukje communicatie en marketing. En eigenlijk deze punten proberen wij dus inzichtelijk te maken voor spelers die eventueel nog een keuze moeten gaan maken om of voor Suriname te kiezen of nog te wachten op het grote Nederland. Op basis daarvan hebben wij dus een criteria-analyse in het leven geroepen. Duidelijk, duidelijk. Laten we meteen beginnen. We trappen af, zoals je zei, met Emmanuel Ferreira. Ja. Nou, Emmanuel Ferreira, die is een aanvallende middenvelder. Die speelt op dit moment bij Eintracht Braunschweig in Duitsland, in de Second Bundesliga. Talentvolle speler. Hij heeft 21 wedstrijden gespeeld, 6 doelpunten en 4 assists. Dus dat betekent dat hij goed op dreef is. We hebben hem in deze editie van onze criteria-analyse belicht. Dus we gaan kijken dus naar de posities binnen de huidige SVB-selectie, nationale A-selectie. Is omschrijving aanvallende middenvelder. Nou, de vakante positie binnen de selectie is ook aanvallende middenvelder. Wie is onze concurrentie daar? Dan hebben we Diogo Bisseswar, 35 jaar oud. En Charon Cherry, 34 jaar oud. Nou, zoals we weten, als we door willen gaan selecteren, hebben we eigenlijk jonge spelers nodig. Emmanuel is een talentvolle speler, is volgens mij inmiddels 21 jaar. En die zou dus eigenlijk een goede toevoeging zijn aan de nationale selectie van Suriname. Als we dan gaan kijken naar de Nederlandse selectie, de Oranje selectie zelf, de A-selectie, dan is eigenlijk de positie aanvallend middenveld overbezet.
Wie zijn daar de concurrenten op het middenveld? Je hebt Martin de Roon, Mats Wiefer, Ryan Gravenberg, Kenneth Taylor, Gini Wijnaldum en Davy Klaassen. Ja, zou zo'n speler moeten gaan wachten misschien 4-5 jaren lang voordat hij opgeroepen wordt voor Oranje? Of zou hij zeggen van, hé, ik ga nu een keuze maken om voor Suriname uit te komen. Dan ben ik eventueel nog gegarandeerd dat ik de komende 4 jaren op grote toernooien ga kunnen staan. Want wat is het exposure? Nou, is de aandacht die een speler gaat krijgen tijdens de participatie aan grote toernooien. En wat zijn de grote toernooien waaraan Suriname kan gaan deelnemen de komende 3-4 jaren? Dan is dat 1. We hebben dus eigenlijk binnen CONCACAF, CONMEBOL en UEFA. Dat is eigenlijk dus het exposure wat Suriname gaat hebben. We hebben dus de Gold Cup editie 2023. Die gaat 16 juni van start en eindigt 16 juli. Je hebt in 2023, 2024 heb je dus de Nations League. Je hebt 2024 heb je de Copa America. En in 2026 of 2025 heb je dus ook de Super Gold Cup. Waarbij een paar teams uit een paar landen uit Zuid-Amerika zich gaan toevoegen bij de Gold Cup. Een paar landen uit Azië, een paar landen uit Europa en uit Afrika. Die gaan zich dus toevoegen bij de Super Gold Cup. En als je gaat kijken naar de andere kant, Nederland. Ja, Nederland die gaat alleen deelnemen aan het EK volgend jaar. Die gaat deelnemen aan WK eventueel. En aan de Nations League. Dus dat zijn maar 3 toernooien in 4 jaar tijd. Dus, of in 3 jaar tijd. En als zo'n speler de kans moet, of de keuze moet gaan maken, ja, dan zou ik zeggen, nu is de kans om eigenlijk voor Suriname te gaan kiezen. Omdat je toch wel heel snel in schijnwerpers gaat spelen. Want wat is de exposure van Nederland? Dat is eigenlijk alleen op het Europees niveau en eventueel wanneer een World Cup georganiseerd wordt. Maar Suriname heeft eigenlijk op 3 vlakken, op CONCACAF, CONMEBOL en UEFA, hebben ze dus eigenlijk die exposure. Want waarom? Wij hebben dus in onze selectie hebben we jongens die in Europa, Europese competities voetballen. Dus die exposure is er al in Europa. Dus dat is een beetje de gedachtegang hierachter. En dan heb je dus een stukje communicatie en marketing. Nou, zoals we weten is de communicatie binnen de SVB, die is matig. We zien toch wel steeds meer vooruitgang in de communicatie. Bij de KNVB is dat beter geregeld. Dus je zou kunnen zeggen, het is uitstekend. Nou, de waardering, dat is denk ik de respect naar de spelers toe. Ik denk dat onze mensen, onze supporters, toch wel de spelers op dit moment een enorm warm hart toedragen. Ook hoe ze de afgelopen wedstrijd hebben zien spelen tegen Mexico. Ondanks het resultaat hebben ze enorm veel lof gekregen. Je ziet, Geraldo Becker heeft ook op zijn Instagram gepost. Anthony Dijssel heeft gepost. Ondanks Anthony niet heel lang heeft gespeeld, maar hij heeft het gevoeld. Die warmte heeft hij gewoon gevoeld. En ik denk dat dat belangrijk is voor een speler, dat hij gewaardeerd wordt. Weet je, dat er geen sprake is van discriminerende uitingen of dergelijke racistische uitingen. Nee, het is belangrijk dat een speler die liefde voelt. Dus ik denk dat wij sowieso deze spelers echt een warm hart toedragen. En daarom is het ook belangrijk dat wij hen proberen deze punten inzichtelijk te maken. Om het ook voor hun een beetje makkelijk te maken. Kijk, wij gaan het werk niet kunnen doen. Het ligt nog steeds bij de Tevreden Groep en bij Aaron Winter. Om daaraan te gaan trekken. Maar wij proberen het wel een beetje te verzachten. Van, hé, boys, we staan toch wel te popelen dat je komt. Je bent talentvol. We kunnen een bijdrage leveren. Want het gaat al vaker wel in de groepen, in de Facebookgroepen ook van Natural Network. Dan taggen mensen zelfs de Tevreden Groep. Ze taggen Brian Tevreden. Ze taggen Aaron Winter. Van, hé, jongen, werk aan de winkel. Nee, maar zo gaat het niet. De speler moet willen. En het enige wat wij kunnen doen, is eigenlijk wat ik ook vandaag heb aangegeven in de groep, is deze jongens eigenlijk gewoon spammen, maar op een leuke, respectvolle manier. En om ze warm te maken. Weet je, dat het voorwerk een beetje wordt gedaan, dat ze geliefd zijn. Dus dat moeten we gewoon blijven doen. Daar moeten we op focussen als fans zijnde. Ja, dus vandaar de keuze op Emmanuel Verrij. Emmanuel, als je dit ziet,
Ga erover nadenken en hopelijk maak je zo snel als mogelijk je keuze. We zorgen er gewoon voor dat hij dit gaat zien. En overigens, voor de positie aanvallende middenvelder bij Oranje, heeft hij ook Steven Berghuis als concurrent. Sorry, die heb ik dan over het hoofd gezien. Steven Berghuis inderdaad. Dus ja, als hij er dan bij zit, moeten er zoveel schorsingen en blessures zijn. En dan mag je blij zijn dat hij op de tribune zit bij Oranje. Dus eigenlijk die keuze, je kan maar één keuze maken. En dat is gewoon keuze voor Nacho, voor Suriname. Kom naar huis. Kom naar huis, inderdaad. Ja, kom naar huis, ja. Ja, en ik wil toch even nog wat op hem inhaken zelf. Ik heb wel wat beelden van hem bekeken. En hij is best wel een speler die, ik wil niet een showspeler noemen. Maar hij is wel iemand die veel aandacht heeft voor het... Het is gewoon heel belangrijk, die first touch, die aanname. Ja. Zo belangrijk, weet je. Hij is daar echt wel... net als Bisseswar, die heeft al vaak gezien al welke kant hij op moet draaien... wanneer hij een man in zijn rug heeft. Dan weet hij al van, oké, hij staat op dat been staat hij, dus ik moet die kant opdraaien. Dat soort dingen. Ferrari heeft dat ook, weet je. En ja, hij is jonger, dus ik ben gewoon benieuwd... Als hij gewoon aan zal sluiten bij Suriname, dan gaan we echt nog heel lang van hem genieten. Ik vind het een leuke speler. Zeker. Ja, zeker. Wederzijds. Ja, zullen we meteen doorschakelen naar de volgende speler? Tenzij Sean misschien nog iets hebt aan te vullen over Ferrari? Nee, jullie hebben alles al zo gezegd. Maar, Sorry, maar. Wie is de volgende speler? Nou, dat is niemand minder dan onze echte Sranamang ook, Stefano Denswil. Die hebben we... Hoezo echte Sranamang? Waarom? Vertel. Ik denk dat hij toch wel meer een binding heeft met Suriname, want hij was ook aanwezig tijdens die wedstrijd Suriname-Jamaica in het stadion. En toen hij ook de uitreiking had met Trabzonspor, ja, is hij het podium opgekomen met de Surinaamse vlag al dansen. Dus ik denk dat Stefano die binding met Suriname toch wel meer heeft. Wacht, even al dansend. Wanneer was dat filmpje dat hij dansend met die vlag, wanneer was dat filmpje van? Was volgens mij vorig seizoen toen Trabzonspor eerste werd in de Turkse competitie. En dan dans je met een Surinaamse vlag. We hebben al eerder spelers die geboren zijn in Nederland, hebben gespeeld voor de jeugdelftallen in Nederland. Die hebben we ook zien dansen of juichen en spelen met of tenminste zien dansen met een vlag. En dat is Ryan Donk bijvoorbeeld. Ja, klopt inderdaad. Dus wellicht kan dat wat betekenen dat misschien nu de tijd is aangebroken voor Stefano. Dat hij voor Suriname gaat kiezen, wie weet. Ik ben hartstikke benieuwd. Er wordt gesproken binnen de tevreden groep ook dat er hele leuke spelers... komen. Ergens eind april, begin mei moet dat bekend worden gemaakt. In de podcast met Brian had hij het ook over Orville. Klopt, tweede week van mei. Ja, eerste tweede week van mei. Als Stefano een van de spelers is die eventueel gaat aansluiten bij de nationale selectie. Voordat je verder gaat, ik wil even inhaken op dat dansen met de vlag. Hebben we ooit een speler gezien die dansen met een Nederlandse vlag? Nee. Ik niet. Maar ook een mooie brief Nederland dat ze echt moeten gaan dansen. Ja, oké, maar laten we zeggen, een speler van Surinaamse komaf, die speelt voor Nederland. Hebben we misschien dansen of iets doen met een... Kijk, Wijnaldum had wel met zijn Champions League winst, had hij beide vlaggen had hij. Weet je, Surinaamse vlag en een Nederlandse vlag. Maar nooit heb ik iemand zelf persoonlijk volledig zien juichen met een Nederlandse vlag als Surinamer, zeg maar. Dat van Wijnaldum denk ik dat het meer een beetje respect is naar Nederland toe. Maar geloof me, die man voelt zich gewoon een en al gebonden aan Suriname. En als hij de keuze mocht maken om voor Suriname uit te komen, ik denk dat hij echt voor Suriname had gekozen. Dat denk ik wel echt. Is die generatie van Quincy Promes en die jongens. Exact. Nou, ik denk toch wel meer dat die gevoel erin zit. Dus het swingend gevoel, het dansend gevoel. Die zit nog wel meer aan de kant van Suriname. Hè. We hebben een diversiteit aan muziek.
Die Kaseko laat mensen eigenlijk bij elkaar komen, laat mensen swingen, noem maar op. Dus die, eigenlijk Nacho, die past niet bij, bij ons. We hadden eigenlijk de Kaseko Masters moeten heten. Weet je, dan, dan hadden we echt een stempel gedrukt binnen die CONCACAF. Hé, hey, Kaseko Masters, die komen eraan. Hé, hey, die mannen gaan swingen op het veld. Ah, net als die samba die we kennen bij, bij Brazil. Hé, hey, die mannen gaan swingen op het veld. Weet je, daar moesten we aan denken. Maar Nacho, Nacho is gewoon de afkorting van de nationale selectie. Maar om even uit te wijken, naar dansen met de vlag, dat deed bijvoorbeeld, even kijken naar een andere sport, MMA. Nou, geen MMA, het was... Ja, tijdens komt trouwens ook. Tijdens komt hetzelfde. Ja, klopt, tijdens. Weet je? Doet dat ook. Dus, ja. Zo zijn er zoveel die dat doen, weet je. Dus het zit toch wel iets. Er zit heel veel liefde eigenlijk. Want de manier hoe ik op het filmpje, als ik weer kijk naar Dennisville, dat was puur. Het was niet zomaar van, hey, ik dans even met een vlag. Het was gewoon puur. Precies. En ik kijk, Denzel die staat ook aan de kant van het Anthony Nesty's portaal. Daar is eigenlijk die crowd. Daar is die crowd. Aan de kant van het ministerie van Openbare Werken, daar zijn dus eigenlijk de kaarten die, is de nieuwe tribune noemen ze het. Daar zijn de kaarten iets duurder, maar dergelijke. Maar eigenlijk die crowd, die eigenlijk ervoor zorgt dat het stadion luidruchtig wordt, zit aan de kant van het Anthony Nesty's portaal. En Denzel staat daar tussenin. En dan denk je van, hey, nou, die man voelt zich gewoon stranaman om daar gewoon tussen die menigte te gaan zitten. Hij moet die warmte al voelen. En dan is de vraag van, oké, Stefano, ben je niet benaderd of waar wacht je nog op? Ja, misschien is nu het juiste moment aangebroken voor hem. Omdat hij ziet van, hey, Suriname maakt een stijgende lijn door. En die organisatie is aan het professionaliseren. Weet je, ik vind het ook heel mooi wat Mienti in de Lucky D show laatst heeft aangehaald. Hoe hij dus eigenlijk een stijgende lijn ziet in professionaliteit. Waar hij aangaf van, hey, de eerste keer toen we samenkwamen, moesten er nog shirtjes gezocht worden van spelers. Maar nu, alles staat klaar. Dus je merkt op dat die professionaliteit eraan komt en dat het er is. En zeker dank aan alle actoren die daar een bijdrage aan leveren. De tevreden groep als technische adviesinstelling. De bondscoaches, de staf. De SVB die ook eventueel luistert naar mogelijkheden die deze professionals als oplossing zien voor het Surinaams voetbal. Maar natuurlijk ook voor onze nationale selecties. Dus we moeten ook wel realistisch zijn dat de SVB ook hun best probeert te doen. Hè. We mogen ze ook complimenteren als dat gedaan wordt. Dus ik denk dat zo'n speler misschien wacht op het moment van, hey, die professionalisering is er nu. En ik denk dat nu misschien de beste tijd is om in te stappen. Want Stefano is 29 jaar. Hij kan zeker misschien nog een 3 jaar, 4 jaar mee. Dus hij zou eventueel nog een WK kunnen meemaken als Suriname zich kwalificeert voor een WK. Maar hij zou een hele goede toevoeging kunnen zijn voor Suriname. Als we puur gaan kijken naar de criteria-analyse, waarom? Positie centrale verdediger. We hebben op dit moment als pure centrale verdedigers hebben we Mienti Abena. We hebben Shaquille Pinas, Dion Malone en Ryan Donk. Ryan Donk die is inmiddels 2 keren gepasseerd al. Die is ook al 37 jaar. Dion Malone, ook 34 jaar. Dus dat zijn 2 spelers die al een beetje aan het eind van hun carrière zitten. Stefano Denswil, 29 jaar. Die zou een enorme toevoeging kunnen zijn voor deze selectie. Als je gaat kijken naar de andere kant, Nederland, wat is de concurrentie op die positie op dit moment? Nou, dan heb je Virgil van Dijk. Je hebt Matthijs de Ligt. Je hebt Nathan Ake. Je hebt Stefan de Vrij. Je hebt Daley Blind. Je hebt Jurien Timber en je hebt Sven Botman. Dus je hebt 7 spelers voor je. Zeker voor de komende 4 jaren gaan deze spelers geselecteerd worden door de bondscoaches van Nederland. En dan denk je van Stefano, weet je, wacht niet langer. Kijk welke toernooien er zijn voor Suriname om aandeel te kunnen nemen. Ja, dan zou ik zeggen, jongen, grijp gewoon je kans en kom het maar proberen bij Suriname. Ja,
Ja, helemaal mee eens. Hij is 29, hè? Het zijn beste jaren zit hij eigenlijk nu in. Ja, klopt. Het is al vaker aangegeven, als spelers niet meer zo jong zijn als de leeftijd die we eigenlijk het liefst willen hebben, laten we zeggen rond de 24 misschien, daar zijn we. Je kan nog steeds gebruik maken van spelers met ervaring van deze leeftijd, die nog steeds kunnen helpen met het kwalificeren voor toernooien. Of het zorgen dat je de jongere generatie tegen hun aan kan kijken en kan helpen. Ze kunnen een toegevoegde waarde zijn, nog steeds. En hij sowieso, ik denk de komende 5 jaar, verdediger gaat altijd wat langer mee. Ja, kan hij dit niveau vasthouden. Ja, exact. En ik denk eerlijk gezegd dat Aaron daarachter echt de beste man is, hoor. Want als je nu een beetje gaat kijken, de jongens die een beetje aankomen binnen die selectie. Het lijkt erop of het jongens zijn waarmee Aaron al eerder gewerkt heeft in de jeugd van Ajax. En die jongens, die kennen eigenlijk het systeem al van Aaron Winter. Dus als mijn conclusie klopt, of mijn aanbeveling klopt, mijn conclusie klopt dat Aaron eigenlijk nu jongens recruit die eerder onder hem hebben gespeeld bij Ajax, bij de Ajax Academie, dan zou het wel mooi zijn. Want Gaat hij denk ik zijn systeem dan toepassen op die spelers die eigenlijk al ermee gewend zijn. Weet je, daarom denk ik dat we eigenlijk ook Jairo Riedewald en Ricardo Kisne in de gaten moeten houden. Want die twee spelers heeft hij mee gewerkt bij Ajax, binnen de Suriprofs, noem maar op. Dus hij kan eigenlijk een vaderfiguur zijn voor deze spelers om ze over te halen om voor Suriname uit te komen. Mocht het zijn dat ze benaderd worden door de Bosco's of door de tevreden groep. Ja, misschien zijn dat spelers voor de volgende criteria-analyse. Ja, nee, zeker. Weet je. We kunnen ze allemaal belichten, maar de keuze is natuurlijk aan hun en of aan de Bosco's om ze uit te nodigen, eventueel. Ja. Nou, Sean, had jij verder nog een aanvulling over Stefano Dinsville? Nee. Het wordt hier helemaal uitgepluist. Wat er allemaal moet gaan gebeuren. Ik heb niets te zeggen over Stefano Dinsville. Nou, we gaan het de komende tijd naar afwachten. En zoals Brian Tevreden toen in de podcast al had aangegeven, eind deze maand, dus eind april, of de eerste, tweede week van mei zal er het een en ander bekend worden gemaakt betreft de nieuwe spelers. Voordat we gaan afsluiten, want we moeten eigenlijk alweer gaan afsluiten. De ontwikkeling van Peru, Joel. Die hou ik ook in de gaten en die is echt heftig. Hij ontwikkelt zich als een komeet. Ja, echt. Ja, ik denk dat we die man niet van de radar mogen verliezen. Ik weet niet in hoeverre Suriname achter hem zit op dit moment. Maar ik denk niet dat we hem moeten verliezen uit het oog. Nee. Overigens maak ik me geen zorgen dat hij misschien eerder bij Oranje in beeld zou komen. Ik denk dat de criteria betreft Oranje eigenlijk pas zal zijn dat als hij op het hoogste niveau speelt. Laten we zeggen de Premier League of een andere competitie. Want hij speelt nu momenteel in de Championship bij Swansea. Ik zie Koeman niet hem selecteren voor een speler als Koeman, die... Als Koeman Suriname wil dwarsbomen, doet hij dat gewoon. Staat hij ook eigenlijk wel bekend om. Niet persoonlijk dan Koeman, maar er zijn wel wat voorbeelden te noemen. Maar misschien een volgende keer, dan gaan we daar wat dieper op in. Nee, klopt, inderdaad. Dus, ik vond het een hele mooie, sterke criteria-analyse dit keer weer. Net als de vorige. En ik hoop dat de kijkers er ook zo over denken. De luisteraars. Hebben jullie verder nog een aanvulling voordat we eruit gaan, jongens? Ja, ik hoop dat de kijkers gaan liken en subscriben. En als ze dat nog niet hebben gedaan, doe het. En als er suggesties zijn vanuit de groep, mogen ze die gewoon plaatsen. En we nemen hun punten mee naar onze volgende vlog. Yes, ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Dus nogmaals, subscribe, like, share zoveel mogelijk. En join ook onze Facebookgroep, Nacho Network at Facebook. En sowieso Nacho Network at YouTube. Spotify zijn we ook, Apple Podcast. Share, like, deel, subscribe. En er is nog zoveel meer wat er gaat komen. Dus, en we zijn ook vooral benieuwd naar hoe jullie denken over de criteria en alle verdere ontwikkelingen
die we hebben besproken in deze uitzending. Nou, heren, dat was het weer voor deze keer. Yes, dankjewel Orville, dankjewel Sean. Geniet jullie weekend. En tot de volgende keer. Yes, later heren. Later.